Groot en Klein keken in Rutte hun ogen uit bij Groot en Klein. Want liefhebbers waren van heinde en verre naar Rutte gekomen voor het open weekende bij de familie Poppema. Hou je van trekkers en al wat ronkt op het land, dan moet je bij het open weekende zijn. Nou meneer, u bent groot aan het inslaan. Ja, dat wel. Maar rijden, het is uw hobby. Ja, dat is mijn hobby. Hè. Wat is er zo mooi aan? Gewoon ja, dat het op echt lijkt. Hè. Ja, helemaal vanuit Brabant hier naartoe gekomen. Ja, echte verzamelaar. De boerderij staat nokkievol met miniaturen. Landbouwminiaturen. Voor de liefhebber is het één grote speeltuin. Het trekt altijd nog. Vooral machines die je eerder ook gehad hebt zeg maar, in het bedrijf. Om die nou dan toch weer terug te zien in een miniatuurvorm. Wat is de show? Wat is er leuk aan? Ja, de passie voor trekkers en machines en zo. Het boek. Ja, zeg maar wel. Ik heb zelf ook een oldtimer trekker, dus één in het groot. Binnen stonden alle kleine trekkers en buiten alle grote. Deze mannen waren vanuit Friesland naar de Noordoostpolder gereden om daar hun parels te laten schijnen. Sommige van deze trekkers die zijn helemaal mooi in de originele staat. Een aantal die hier staan zijn nooit gerestaureerd, alleen technisch helemaal goed klaargemaakt. En dan blijft de oude charme blijft bewaard. En wat er bijzonder aan is, is dat natuurlijk hier een echt antieke trekkers zijn. Stinken die dingen, man? Nee, dat ruikt heerlijk. Diesellucht, wat verbrand is, dat is gewoon heel lekker. Okay, dus wat ik stank noem, ik zie het helemaal verkeerd. Ja, in mijn ogen wel, ja. Hoe meer rook, hoe mooier ik het vind. Het open weekende trekt tegen de 1500 bezoekers. Kent u die uitspraak, mannen blijven kinderen? Ja. Nou ja, dat geldt hier ook wel een beetje. Het zijn net kinderen in de snoepwinkel als ze binnenkomen. Ja. En ze gaan met een autootje spelen. Ja, met een trekker. Ja. Nou, de meesten spelen er niet mee trouwens hoor. Die zetten het gaat gewoon de kast in. Ja, die zetten het in de kast. Ja.